In deze oefening hebben we een stangensysteem. Bestaande uit 3 staven. En die is bevestigd aan de muur. Hier in het punt A met een gewone scharnierverbinding. Hier in het punt B met een rolloplegging. Aan dit stangenmechanisme hangt een katrol. Daarover hangt een touw gespannen. En hier hangt een zak bloemen. En de vraag is nu, wat zijn de krachten die de muur moet uitoefenen op die staven? Of dat de staven op de muur uitoefent? En wat zijn de krachten in de staven? Laten we eerst eens gaan kijken naar die katrol. Als je een katrol hebt, en er is hier en hier een touw opgespannen, dan zullen hier trekkrachten op uitgeoefend worden. Laat ons dat S1 en S2 noemen. Die staaf zal ook een kracht uitoefenen op het katrol hier in het centrum. We zullen dit de eerste staaf noemen. Dan is dit FD1. Als we nu het momentenevenwicht opschrijven ten opzichte van dat centrum, wat vinden we dan? Dan vinden we dat die kracht er niet in voorkomt. Dan vinden we R1 vectoriaal product met S1 plus R2 vectoriaal product met S2 is gelijk aan 0, waarbij R1 deze vector is en R2 deze vector is. Merk op dat touw raakt aan die katrol, dus deze staat hier loodrecht, waardoor deze producten R1 S1 worden, R2 S2. Als we de x-as en de y-as zo kiezen en zit daar loodrecht op, dan gaan we hier ook direct de projectie op de z-as neerschrijven. R2 maal S2 volgens de positieve z-as, R1 maal S1 volgens de negatieve z-as is gelijk aan 0. De straal van die katrol is 2 keer hetzelfde, dus die spankrachten zijn gelijk aan elkaar. Hoe groot is die spankracht nu? Daarvoor moeten we de zak bloem vrijmaken. Wat hebben we? De zak bloem heeft een gewicht. Het touw trekt daaraan. Een kracht even groot en tegengesteld aan deze. En wat vinden we? Dat G plus is 1. Dat is de plus min is 1. Moet gelijk zijn aan 0. Of dat G en is 1 dezelfde zijn. Dus die twee vectoren zijn hetzelfde. Waarom heb ik dat hier niet G genoemd? Op het moment dat het dynamica wordt, zal dit rechterlid niet meer 0 zijn, maar zal dat gaan versnellen en zullen die twee niet meer even groot zijn. Dus ik zou aanraden om nu al de goede gewoonte te hebben om die niet dezelfde naam te geven. Goed, als we nu teruggaan naar het krachtenevenwicht hier, dan weten we dat die FD1 plus S1 plus S2 0 moet zijn. Of dat die kracht niets anders is dan min de som van die twee spankrachten. Die in grootte gelijk zijn aan die zwaartekracht. Dus de kracht dat het stangensysteem op de katrol moet uitoefenen is tegengesteld daaraan, is dus even groot, is dus hetzelfde als de kracht, die twee spankrachten samen. Oké, laat ons nu het geheel van stangen vrijmaken. Dus we hebben de 3 staven. Hier werkt dus een kracht even groot als die twee spankrachten. Ofwel tekenen we dit zo, S1 en S2. Ofwel tekenen we direct de resultanten, dat kunnen we ook. En dan tekenen we dit. F uitgeoefend op die eerste staaf door die katrol in D. Kijken we naar die verbindingen. Deze verbinding laat relatieve rotaties toe, dus geen reactiemoment. Laat geen relatieve translaties toe, dus een reactiekracht.
Deze verbinding laat geen relatieve rotaties toe, geen reactiemoment, laat relatieve rotaties toe, translaties toe in deze richting, dus geen component van de reactiekracht die verticaal is. Die laat geen translaties toe volgens de horizontale richting, dus wel een horizontale component. Als we nu gaan kijken naar het aantal onbekenden, dan zien we hier twee componenten. Het is een vector in het vlak. Hier één component, een vector volgens een bepaalde as, enkel de grootte is onbekend. Drie onbekenden. Als we nu gaan kijken naar het aantal vergelijkingen, we hebben er twee voor kracht, kracht volgens x, kracht volgens y. Het zijn twee vergelijkingen. Eén voor moment is drie vergelijkingen. Drie vergelijkingen voor drie onbekenden. Dit kunnen we gaan oplossen. Merk op, die derde vergelijking is momentenevenwicht. Daar kunnen we kiezen ten opzichte van welk punt we momentenevenwicht opstellen. Ik zou dit doen volgens het punt A hier. Waarom? Hier grijpt een kracht met twee onbekende componenten in. Het moment van die kracht ten opzichte van A is 0. Dus houden we enkel nog het moment van een bekende kracht en het moment van een kracht waar we maar één onbekende component van hebben. Dus die ene onbekende kunnen we dan direct gaan oplossen uit die momentenvergelijking. Dus het geheel vrijmaken laat toe om die krachten te gaan berekenen. Wat moeten we nu nog berekenen? Dat is de krachten in de staven. Daarvoor moeten we de staven apart gaan vrijmaken. Dus als we die staven apart vrijmaken, hebben we zo de eerste staaf, zo de tweede staaf en de derde staaf. En we zullen ook alle knopen waar er meer dan twee dingen samenkomen gaan vrijmaken. Dat is A en B. Dus dat is het knoop A en knoop B. Alle staven zijn gewichtloos, dus zolang er geen krachten aangrijpen in het midden van de staaf, zijn de krachten volgens de staaf gericht. Dus dat betekent voor staaf 2 en 3 is dat het geval. Dus hier zijn de krachten volgens de staaf gericht. Bij staaf 1 is er een kracht die aangrijpt in het midden, want 3 en 1 zijn in het midden hier aan elkaar verbonden. Dus dat wil zeggen dat hier de krachten niet noodzakelijk volgens de staaf liggen. En die kracht die kenden we eigenlijk al, dat is die F1D die we uit de spankrachten gingen gaan berekenen. Dus ik ga die zo tekenen. Dan gaan we gaan kijken naar elke verbinding. Dus hier in A hebben we een kracht van onze verbinding A op de eerste staaf en hier gelijk en tegengesteld. Die reactiekracht tekenen we ook op de knopen. Deze ook. En wat hebben we dan nog in A? Die van deze staaf. Dus gelijk aan tegengesteld, de kracht, dit moest hier ook op A door 1, op A door 2 zijn. U weet dat die volgens de staaf gericht is. En dit is dan de kracht op 2 door A. Deze is op 2 door B, is gelijk aan tegengesteld aan deze. F op B door de tweede staaf. De derde staaf door op B, op de derde staaf door B, gelijk aan tegengesteld, FB3, volgens de staaf gelegen. Hier is gewoon twee staven aan elkaar, dus op 3 door de eerste staaf, gelijk aan tegengesteld, op de eerste door de derde. En dit zijn de vrijlichaamsdiagrammen van de staven en hun knoppunten. Laat ons de onbekende tellen. Dus de onbekende die we al opgelost hadden, waren deze en deze. Dit waren er twee, dit was er één. Dan hebben we nog onbekende. Hier de kracht in de staaf. Dat zijn twee onbekenden. Die is gelijk en tegengesteld aan deze. Dus dat zijn geen nieuwe. Deze is één onbekende. Gelijk en tegengesteld hier, gelijk tegengesteld. Gelijk tegengesteld hier. Dit is hier terug een nieuwe FB3.
is 1, gelijk aan tegengesteld, gelijk aan tegengesteld, gelijk aan tegengesteld. Dus dat zijn allemaal dezelfde. En dit was 1 dat we kenden. Dus ik denk dat we al ons onbekende hebben. Dat zijn er 2, plus 2 is 4, 5, 6, 7. Is 7 onbekende. Laten we dan ook de vergelijkingen tellen. Dus per staaf hebben we 3 vergelijkingen, 2 krachten evenwicht, 1 moment in evenwicht. Die 3 vergelijkingen hebben we hier al gebruikt om te zeggen dat de kracht volgens de staaf gelegen is. Dus het feit dat we die kracht volgens de staaf getekend hebben, hebben we eigenlijk alle vergelijkingen opgebruikt, zijn er geen nieuwe vergelijkingen. Dus geen vergelijkingen voor deze staaf. Hetzelfde geldt voor deze staaf, geen vergelijkingen. Hier hebben we nog niets besloten over die krachten, hebben we ook het moment en de kracht in evenwicht nog niet gebruikt. Dus 3 vergelijkingen. Per knoop 2 vergelijkingen, want bij een knoop heeft geen dimensies, dus heb je ook geen momentenvergelijking. Dus wat hebben we? 3 plus 2 plus 2 is 7 vergelijkingen. Merk op, de 3 vergelijkingen die we hier hadden, zijn lineaire combinaties van de 7 vergelijkingen daar. Dus het is niet dat we in totaal 10 lineaire onafhankelijke vergelijkingen hebben. Nee, we hebben er 7 en we kunnen er 3 hiervan vervangen door 3 hier. Dus de 3 onbekenden dat we al berekend hebben, die moeten eigenlijk ook voldoen aan deze vergelijkingen. Dus in deze vergelijkingen halen we er de 1, 2, 3, 4 nieuwe onbekenden uit. En die 3 andere vergelijkingen kunnen we gebruiken om te controleren op rekenfouten. Als die dus niet uitkomen, dan heb je gegarandeerd een rekenfout gemaakt.